Wij zijn van de Pyramideschool. Ik ben Hamza, dat is Ayoub. En we hebben een reportage gemaakt. We zijn van Frisse Prik. Mogen u wat vragen? Ja hoor. Vindt u pakkertje te ruw op het schoolplein? En waarom? Of ik het goed vind? Nee, vindt u het te ruw? Nee, ik vind het niet zo ruw. Pakkertje spelen is te ruw voor op school? Nog een keer, pakkertje is te ruw voor op het schoolplein. Ja. En pakkertje is een soort tikkertje. Van wat? Nog een keer? Dat pakkertje te ruw is voor school. Nou, ik denk dat het een beetje aan jullie zelf ligt. Of jullie zelf erg ruw zijn, of niet? Even kijken. Op het schoolplein of in school? Nou, op zich moet het wel kunnen. Moet je met elkaar afspreken of dat gaat. En als je merkt dat het niet gaat, dan ga je van een ander spel kiezen. Nee, ik denk dat dat wel moet kunnen. Ik denk dat je juist op het schoolplein wel een beetje je moet kunnen uitleven. Bent u voor of bent u tegen? Ik ben ervoor, maar met regels. Heeft u het ook gespeeld? Vroeger? Ja. Of nu nog? Nee, vroeger. Nog steeds af en toe. ja? Zijn er in de loop der jaren ook veranderingen gekomen in het spel? Nou, als ik kijk naar mijn eigen kinderen, die hebben wel allerlei varianten. Dat als ze getikt worden dat ze moeten zitten of onder benen door moeten kruipen. Die had ik dan weer niet vroeger. Of ik ben ze vergeten. Oké, dankjewel. Mensen waren ervoor, omdat pakkertjes niet ruw, maar het moet wel met regels. Dit was onze reportage. Ik ben Ayoub en dit is... Ayoub. Ik ben Hamza en dit is Ayoub.